Geen middel blijft onbenut. Deze plunderaars hebben een Ferrari-buit gemaakt. De eens zo luxueuze villa's van de familie Ben Ali en schoonfamilie Trabelsi bieden een desolate aanblik. Alles wat de plunderaars los kunnen krijgen, gaat mee. Anderen komen om zich te vergapen aan de luxe waarmee de presidentiële familie zich omringde. Vraiment invraisemblable, parce qu'il n'y a pas des gens ici en Tunisie qui ont de l'argent de faire ce qu'il y a ici. C'est impossible. Van de glorie van weleer is nu weinig meer over. De familie van de president heeft hoog spel gespeeld, maar uiteindelijk toch verloren.